In het recente nieuws wordt onthuld dat de televisiecarrière van Wendy van Dijk volgens Televizier in zwaar weer verkeert. Haar afwezigheid op de longlist van de Sterprijs, die maar liefst 50 genomineerden telt, is opmerkelijk. De mediaveteraan Tina Nijkaan wijst erop dat zelfs andere bekende presentatoren zoals Annico van Santen wel op de lijst staan. Nijkaan, voormalig zenderbaas van SBS6, deelt haar verbazing over dit nieuws. Ze benadrukt dat Wendy van Dijk in het verleden diverse programma's heeft gepresenteerd, zoals Wie van de Drie, Liedje op het Eerste Gezicht en Ministars. Desondanks ontbreekt haar naam op de lijst. In tegenstelling tot Wendy staan prominente tv-vrouwen zoals Chantal Jansen, Linda de Mol, Voor Miljoenenjacht en Iva Jaspers wel op de longlist. Zelfs Marieke Elsinga, bekend van het minder succesvolle Alles is Muziek, heeft een plek gekregen. De timing van dit nieuws is opvallend, aangezien Wendy nog herstellende is van het denkenvirus. Volgens Nijkaan is dit een nieuwe tegenslag voor haar. Na haar overstap van RTL 4 naar SBS 6 vier jaar geleden heeft Wendy voornamelijk programma's gepresenteerd die niet goed werden ontvangen. Hoewel de overstap financieel gunstig was, waren de programmatische resultaten teleurstellend. Met haar contract dat volgend jaar juni afloopt, rijst de vraag of het verlengd zal worden of dat Wendy een soortgelijke freelancerroute zal inslaan, vergelijkbaar met winsten Gers Tanowitz en Gorde. Het gebruik van freelancer tussen aanhalingstekens wordt als een nieuwe tactiek beschouwd om televisiesterren te laten gaan zonder aanzienlijk gezichtsverlies. Het lijkt erop dat er voor presentatoren een nieuw tijdperk aanbreekt. John de Mol lijkt terughoudender te zijn met vaste contracten, tenzij het gaat om kijkcijferkanonnen zoals De Zes Mannen of presentatoren van dagelijkse nieuws- en sportprogramma's. In tegenstelling tot Wendy staat Helene Hendricks, de nieuwe toonaangevende vrouwelijke ster van SBS 6, wel op de nominatielijst. Ze is genomineerd voor zowel de Gouden Televisiering als de Sterprijs, dankzij haar rol in de Oranje Zomer. Vorig jaar was er enige ophef rondom het niet kunnen stemmen op Vandaag Inside voor de Televisiering vanwege gelijkenissen met Voetbal Inside. Deze keer lijkt de Oranje Zomer wel kans te maken. Het valt nog te bezien of er een campagne zal worden gevoerd voor Helene Hendricks en haar programma. De komende tijd zal onthullen hoe dit verhaal zich verder ontvouwt.